iedereen heeft recht om te weten wie zijn biologische ouders zijn. En daarbij speelt tevens dat als er halfbroers en halfzussen zijn die dat nog niet weten, maar bijvoorbeeld relaties met elkaar aangaan, ja, dat kan leiden tot kinderen met aangeboren afwijking. Ineens stonden hier bij het ziekenhuis mensen op de stoep die het bewijs hadden dat dokter Jan Wildschut hun vader was. En daar bleef het niet bij. De afgelopen tijd is verder onderzoek gedaan en nu zijn er minstens 17 donorkinderen bekend die zijn verwekt door vruchtbaarheidsarts Jan Wildschut. Ja, nou, wij waren natuurlijk enorm verbaasd en dachten van gebeurt dat in ons ziekenhuis? Maar ja, het volgende punt is natuurlijk dat het is gebeurd. En we moeten onderzoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren. En wat het ons dan te doen staat. Wij voelen ons daar natuurlijk verantwoordelijk voor. Dr. Wildschut werkte tussen 1981 en 1993 hier, in het oude Sophia ziekenhuis in Zwolle. Een van de voorlopers van het huidige Isola. Hij had zijn eigen polykliniek. Wat daar gebeurde, was in de rest van het ziekenhuis niet bekend. Ja, voor zover wij kunnen nagaan, was het een solistisch werkende gynaecoloog. Echt een pionier op het gebied van de fertiliteitsgeneeskunde. En die ook echt een hele kleine praktijk had hier in het Sophia. Maar daar inderdaad erg solistisch werkte. Hoeveel paren met een kinderwens dokter Wildschut hielp om zwanger te worden, is niet meer na te gaan. En dus ook niet hoe vaak hij daarvoor zijn eigen sperma gebruikte. Volledig anoniem donorschap was in die tijd nog heel normaal. Wat Wildschut deed, was voor de wet niet strafbaar. In die tijd was er geen wet en regelgeving. En daarmee is het niet strafbaar in wettelijke zin. Maar moreel vinden we hier wel wat van. Moreel is het niet uit te leggen dat hij gehandeld heeft zoals hij gehandeld heeft. Nu niet en toen ook niet. Waarom deed dokter Jan Wildschut dit? Het blijft een vraagteken voor de familie en de donorkinderen. Isola heeft geprobeerd het antwoord hierop te vinden, maar niemand wist in die tijd waar Wildschut mee bezig was. Nee, dat wist niemand. Dus ook oud-medewerkers waren allemaal erg verbaasd. Maar iedereen zei er wel bij, we gaan uit van zijn goede bedoelingen. Want hij gunde echt elke vrouw een kind. Is dat ook de reden dat hij dit heeft gedaan, denkt u? Ik kan het niet navragen en dat heeft niemand hem ooit kunnen vragen. Dus ik weet het niet. Hoe kijkt de familie daar tegenaan? Die vinden dit ook wel ingewikkeld. Het is ook wel bijzonder natuurlijk dat je ineens geconfronteerd wordt met grote aantallen halfbroers en halfzussen. Het is ook ingewikkeld om te horen dat je vader dat gedaan heeft en daar nooit met iemand over gesproken heeft. En dan heb je ineens 17 halfbroers en halfzussen op de wereld rondlopen. En misschien nog wel meer. Voor de kinderen van Wildschut is het een ingewikkelde en pijnlijke situatie. Toch hebben ze inmiddels goed contact met de donorkinderen, hun halfbroers en zussen. Ze willen allemaal anoniem blijven, maar ze werken wel volop mee aan het onderzoek. Want ze vinden het ook allemaal heel belangrijk dat iedereen kan weten wie zijn biologische ouders zijn. Daar doen we het ook voor, hè? Want wij vinden, en dat vinden de donorkinderen en de eigen kinderen ook, dat ja, iedereen heeft recht om te weten wie zijn biologische ouders zijn. En daarbij speelt tevens dat als er halfbroers en halfzussen zijn die dat nog niet weten, maar bijvoorbeeld relaties met elkaar aangaan, ja, dat kan leiden tot kinderen met aangeboren afwijking, omdat het risico daarop gewoon groter is. Dus alleen al daarom is het van belang dat iedereen of dat kinderen weten wie hun biologische ouders zijn. Ja, dit zou nu niet meer kunnen gebeuren. Nee, er zijn nu zoveel controlestappen overal ingebouwd dat ik mij niet kan voorstellen dat dit weer kan gebeuren. En ook dat anonieme donorschap, dat mag ook niet meer? Nee, sinds 2004 is het anonieme donorschap is opgeheven. Dus van elke donor worden de gegevens verzameld.